Hallo en goed dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video laat ik je kennis maken met Trimble's nieuwste innovatie op het gebied van augmented reality. Trimble XR10, een unieke samenwerking tussen Trimble en Microsoft HoloLens 2. Laten we de video beginnen met een heuse unboxing, zodat we eens kunnen zien wat we kunnen verwachten wanneer we de doos gaan openmaken. Wanneer we die openmaken, vinden we daarin een mooie stevige Trimble hardcase. De hardcase is tevens te gebruiken als rugzak en is ideaal voor het vervoeren van de XR10. Wanneer we de hardcase aan de zijkant openritsen, zien we daar de XR10. Verder in de hardcase vinden we nog een reserveclipje voor de band aan de achterkant en nog een reserveclip voor de band aan de voorkant. Wanneer we de XR10 uit de case nemen, zien we daar de oplader. Dit betreft een oplader met USB-C, die zowel wordt gebruikt voor de HoloLens als voor de Bluetooth headset. Wanneer de HoloLens is opgeladen, zal deze rond de 3 uur meegaan. En wanneer de Bluetooth headset volledig is opgeladen, zal deze zelfs rond de 8 uur meegaan. De helm die Trimble gebruikt voor de XR10 is van het merk MSA. Een van de eigenschappen van de XR10 is dat deze nu gecertificeerd is voor het gebruik in gecontroleerde omgevingen. Explosievrij, volgens de ATEX-richtlijnen. Dit maakt de XR10 uitermate geschikt voor het werken in de petrochemische industrie, het werk op schepen, offshore en installatietechniek. De Trimble XR10 is uitgerust met een Bluetooth headset. Op onze demo unit is deze al bevestigd hier aan de achterkant. De headset maakt gebruik van bone conduction. Dit zorgt ervoor dat geluid rechtstreeks via het bot naar het oor wordt gebracht, zodat we ook in luidruchtige situaties goed kunnen blijven communiceren. En last but not least treffen we op de XR10 de HoloLens 2 aan. De HoloLens 2 is de sterk verbeterde versie van de HoloLens 1. Vooral is de field of view verbeterd, het verbeterde comfort, sterk verbeterde hand- en oogtrekking en de intuïtieve bediening. Wanneer we de Trimble XR10 opzetten en aanzetten, maken we kennis met het besturingssysteem, Microsoft Windows. Een van de applicaties die we nu kunnen installeren is Trimble Connect voor HoloLens. Dit zorgt er in combinatie met de HoloLens 2 voor dat we een 3D-model kunnen projecteren in de echte wereld. Verder kunnen we dankzij Windows gebruik maken van bijvoorbeeld Microsoft Teams. En dit zorgt er in combinatie met de HoloLens 2 en de Bluetooth headset voor dat we live kunnen communiceren en meekijken met collega's op afstand. Nou, dat is natuurlijk super interessant en laten we vooral eens kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. Ondertussen staan we in de technische ruimte bij Visser Assen. Hier moet nog een antenne worden geplaatst. Ik heb er geen verstand van, dus mijn collega Hans gaat mij nu via de XR10 op afstand uitleggen hoe ik die moet gaan installeren. Hey Hans, ik sta ondertussen in de technische ruimte. Kun je mij helpen om deze antenne te plaatsen? Ja, zeker. Je ziet hier 2 meters. Ik zal ze even snel omcirkelen. Meter 1, meter 2. Ja, ik zie het. Bij meter 2, dus de rechtse, daar zit een los stekkertje. Die hangt er aan. Wacht even hoor, bedoel je deze? Ja, dat stekkertje. Als je hem daar aan wil zetten. Yes. Ja. Yeah. En de antenne zelf? Nou, die kun je even achter de kabels hangen. Op deze manier? Ja hoor. Oké. Okay. Ga ik ondertussen checken als ik verbinding kan maken. Ik heb inmiddels verbinding. Wil je eens kijken op de meters? Dan kunnen we even de meterstanden checken als dat klopt. Ja, 203.85. Klopt helemaal. Helemaal correct. Hey, zou je nog even naar vormer 2 willen kijken? En dan gaat het voornamelijk even in deze omvormer om deze kabels. Oh ja? Ik zet even een foto van het eerder gemaakt werk in de tekening. Dan kun je even kijken als dat juist is aangesloten. Oké. Okay. Als het goed is. Zie jij nu de foto? Ja. Zie jij nu hoe die moet aangesloten worden? Wil je dan even checken bij die
de rode en de zwarte kabels, als die juist zijn aangesloten allemaal. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het. Ja. Nou, dan is hij... Precies volgens de foto, Hans. Dan klopt hij. Dan is het bij deze gefixt. Hey, bedankt hè. Hey, graag gedaan, Leclerc. Doei. Mocht je na het kijken van deze video nou nog vragen hebben over de Trimble XR10, neem dan contact met ons op. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.